Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag staan we in de baan en ik heb helaas tussen de bomen geslagen. Nou, wat ga je dan doen? Daarmee ga ik je vandaag helpen. Allereerst wat je gaat doen als je aankomt bij de bal, kijk echt even goed wat is de ligging van de bal. Kan ik een normale swing maken? En kijk laag, maar kijk ook met name naar boven van hey, kan ik een normale swing maken? Nou, in dit geval zie ik dat ik er zijn wat bomen hoog en er zijn wat takken laag. Dus wat is mijn kans dat als ik een normale swing maak, dat die ook echt daadwerkelijk weer op de fairway komt? Dus wat zou je keus kunnen zijn? En wat levert het je op? Nou, in dit geval zou ik zeggen, ik wil een wat lager schot eigenlijk spelen terug naar de fairway. Dat ik vanaf daar weer mijn kansen kan gaan pakken. Nou, hoe speel ik nou zo'n punchschot uit de bomen? Nou, allereerst wat je doet is, je pakt de club ietsjes korter vast voor iets meer controle. Dan leg je je balpositie ietsjes meer rechts neer. Waarom? Omdat, kijk, er kan natuurlijk wat rommeltjes liggen en er kan van alles zijn. En dus je legt de bal ietsjes rechts neer, zodat je sowieso eerst de bal raakt. Dus bal ietsjes rechts, ietsjes korter vastpakken. En nu maak je niet een full swing, maar nu maak je eigenlijk, ja, ik noem dat ook wel eens vaak een lange chip. Hè? Een kleine chip zou dit zijn. En een langere chip beweeg je iets meer naar achter en iets meer naar voren. In ieder geval zo dat je lichaam rustig blijft. Een aantal voorwaarden zijn anders, maar kijk vooral naar wat voor kansen heb ik om toch weer terug in het spel te komen. Bal iets rechts, iets korter vastpakken, gewicht links en dan sla je rustig met een rustig lichaam de bal naar voren terug naar de fairway. Die ligt weer in ieder geval in het spel. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ons op Facebook, Instagram en bezoek regelmatig onze website.